Willem II is als het cement in mijn leven. Dat is het eigenlijk ook wel. De Willem II plakt alles aan elkaar vast. Hoi, ik ben Rick Spijkers, 34 jaar, geboren en getogen Tilburger, horecaondernemer op het Piersplein van Gastrobar Rix. En vandaag stelt Tilburg.com 013 vragen aan mij. Nou, ik denk dat eten ervoor zorgt dat mensen gezelligheid opzoeken. En ja, dat is uiteindelijk hetgene wat ik misschien wel het leukste vind van zo'n avond. Mensen bij elkaar zijn en samen zijn. Ja, nou, gezelligheid maakt natuurlijk het leven. Hè. Ik bedoel, we kunnen allemaal wel een beetje chagrijnig zitten doen. Maar hoe gezelliger het is, hoe leuker je de dag doorkomt. En hoe makkelijker het wordt om de dag door te komen. Ja, waar komt hij vandaan? Nou, ik denk op het moment dat je de grond onder je voeten vandaan voelt wegzakken, dat je wel moet. Ik heb een droom en die droom die wou ik echt niet opgeven. En die ga ik ook niet opgeven en zal ik ook niet op hoeven geven. En ja, dat heeft 3 jaar later ook wel gebleken. Dus ja, dan word je heel creatief, want ja, ik wil heel graag mijn droom voortzetten. Natuurlijk zijn we begonnen met de cadeaubonnenactie, de vrienden van Rix. Daarna virtual reality. We hebben bij mensen op de stoep gekookt met onze pasta en onze grote Parmezaanse kaas. En ja, natuurlijk misschien wel het hoogtepunt, het vijfgangen diner met food pairing in het Reusrad. Ja. Nou, ik denk dat de grootste les voor mij wel is geweest. Ja, les, ik weet niet of het echt een les is. Maar ik ben heel erg positief verrast over dus mijn eigen sociale kring en de sociale kring daar weer omheen. Als ik kijk hoeveel steun ik heb ontvangen tijdens die coronaperiode. De gekste dingen gebeurden. Maar één, dit vind ik een heel mooi voorbeeld. De eerste nieuwjaar tijdens corona. Stond er op 2 januari stond er voor mij een wildvreemd iemand stond bij ons op de stoep bij Rix met een nieuwjaarskoek. En die kwam de Tilburgse nieuwjaarskoek kwam die aan mij geven. En daar staat op fijn 2021 toegewenst. En ja, ik kende die mensen verder niet. En daar raakte me heel erg dat die mensen mij succes kwamen wensen. Persoonlijk gewoon met zo'n nieuwjaarskoek. Heel klein gebaar, maar dat heeft me wel heel veel gedaan. Ja, als 18-jarig manneke kwam ik hier bij Brandpunt. Eén deur verderop kwam ik werken. Vervolgens bij Bolle ook terechtgekomen. Een tijdje daarna bij Slagroom. Weer een deur verderop gewerkt. Lange tijd chef-kok geweest van alle drie de zaken. Op ZZP-basis. En eigenlijk is het Piersplein altijd wel mijn thuisbasis, mijn terugvalbasis geweest. En toen ik bijna 3,5 jaar geleden de kans kreeg om hier een horecazaak te beginnen, heb ik daar geen moment over getwijfeld. Want dat is wel, het was wel een droom, ja. Je krijgt wel eens mensen over de vloer die een allergie hebben. Maar die volgens mij zelf niet helemaal in de gaten hebben wat die allergie inhoudt. Iemand die glutenvrij brood onder zijn kroketten wil, daar moet ik altijd een beetje om lachen. En ik heb ooit een keer een dame die had net een gebit gewisseld, wou wel de gezelligheid opzoeken. En dat vind ik dus uiteindelijk wel weer heel erg mooi. En die de gezelligheid opzoeken van het uit eten gaan. Maar die kon dus niet eten. Dus uiteindelijk hebben we een 3-gangen menu vanuit de blender geserveerd. Ja. Ja, ik moet zeggen, het nagerecht, dat was geen enkel probleem, een lekkere zoete smoothie. Maar probeer maar eens een hartige smoothie te maken met iets van vlees of iets dergelijks erin. We hebben wel een aantal testjes gedaan voordat we dachten, nou, dit kunnen we wel bij iemand voorzetten, ja. Grotendeels wel. Er zijn grenzen aan. Er zijn bepaalde dingen die we echt nooit zullen doen. Maar over het algemeen willen we het wel heel graag iedereen naar hun zin maken, ja.
Dus, en vooral als je op voorhand laat weten, als je een allergie hebt of vegetarisch bent of helemaal vegan bent of bepaalde producten niet te veel eet, ja, daar kunnen we echt wel overal rekening mee houden en daar willen we ook heel graag rekening mee houden. Ik had iemand die heeft een bepaalde allergie, ik ben even de naam kwijt, maar die heeft echt een lijst met producten wat ze echt niet mag. Ja, het is bijna onmogelijk om voor haar te koken. Ja, dat maakt voor mij het een sport, dus een uitdaging om dan voor haar toch een onvergetelijke avond neer te zetten. En inmiddels komt ze één keer in de maand wel terug. Dus die uitdaging die wordt steeds meer ingewikkelder om iets nieuws te verzinnen. Maar goed, het feit dat iemand nergens durft te gaan uit eten en iedere maand terugkomt, dat zegt wel iets. Ja. Nou, dan beginnen we natuurlijk op Piespijn, daar waar mijn roots liggen, waar ik ooit zelf ook begonnen ben. Lekker ontbijtje, bakje koffie. Even naar de Pierhaven, even een wandelingetje maken, even kijken. Via Moerenburg een stukje wandelen. Een van de mooiste plekjes die je denk ik heel dicht bij het centrum kan vinden, wat echt natuur is. Even shoppen in de winkelstraat. Uiteindelijk heel even langs de spoorzone. Dan toch wel weer een hapje eten en dan ja, bij voorkeur denk ik wel ergens op Piersplein. En als het even kan, dan s'avonds een wedstrijdje van Willem II meepakken natuurlijk. Een echte Tilburgse beleving meegeven. Ja, we hebben het natuurlijk al vaker genoeg over gehad, hè? Maar mijn seizoenkaart, Willem II. Ik ben eigenlijk niet zo heel materialistisch. Dit is het enige stukje plastic wat ik altijd bij me heb. Mijn rijbewijs, legitimatiebewijs, pinpas, alles kan ik wel eens thuis laten. Deze heb ik altijd bij me, ook als geen wedstrijddag is. Mijn sociaal leven hangt hier aan vast. En het is niet zo dat mijn sociaal leven weg is op het moment dat deze kaart weg zou zijn natuurlijk. Maar op het moment dat ik niet meer naar Willem II zou gaan, zou ik me denk ik heel erg leeg voelen. En dan zou ik echt een stukje minder sociaal leven hebben uiteindelijk, ja. Nooit meer koken. Andere mensen kunnen ook voor mij koken, dus . Ja, Willem II is, dat is mijn leven. Dat klinkt heel raar misschien, maar de sociale kring om Willem II heen is voor mij dusdanig. Ik heb mijn vrienden allemaal via Willem II. Maar ook als ik kijk gewoon naar de handel die ik binnenhaal bij Rix. Heel veel mensen die op wedstrijddagen van Willem II, tijdens de wedstrijd, serveer ik gewoon minder diner dan als Willem II niet voetbalt. Mijn hele sociale kring die zit daaromheen. Ooit een vriend van mij die sprak uit, Willem II is als het cement in mijn leven. En dat is het eigenlijk ook wel. Willem II plakt alles aan elkaar vast. Met mijn vader, die heeft mij de eerste paar keren meegenomen. In het kindervak natuurlijk. Net voor de glorietijden eigenlijk de eerste paar keer meegeweest. En toen kwam natuurlijk Europa League, Champions League. Nooit meer weggegaan. Ja. Ja, voorheen als je op vakantie was in het buitenland en je zei je komt uit Tilburg, dan zijn mensen, dat is die lelijke stad of dat soort dingen. Ik denk dat die trotsheid eigenlijk een beetje is voortgekomen uit neerbuigendheid van andere mensen over onze stad. Want onze stad is, vooral wat de laatste 15 jaar gebeurd is helemaal bizar. Maar we hebben echt een hele leuke stad, mooie stad. We hebben niet alle mooie historische plekjes als een Breda of een Den Bosch. Maar goed, loop naar de spoorzone en dan zullen we je wat mooie historische plekjes laten zien. En natuurlijk heeft Willem II daar een grote rol in te spelen. Ik zit even te denken. Ja, ik denk dat, ja, dat klinkt heel cliché, maar ik denk dat het mijn moeder was eigenlijk, ja. Ja, mijn moeder. Ja, gewoon over, de afgelopen 3 jaar zijn natuurlijk heel heftig geweest. En dat zij wel mega trots is op mij en mijn broer en ook mijn andere broertje natuurlijk. Maar mijn broertje en ik hebben allebei een horecazaak en dat we dit toch maar even met z'n tweeën overleefd hebben. Ja, daar is ze wel trots op, ja. Ja, en uiteindelijk klinkt het stom, maar je moeder is toch trots op je. Het maakt niet uit of het nou wel of niet gelukt was. Was ze toch trots op me geweest over wat ik uiteindelijk gedaan had. Maar het geeft wel energie als mensen je een compliment geven, ja. Ja.
Ja, op het gebied van horeca denk ik dat Tilburg heel veel te bieden heeft. Als je mij vraagt, mag er in het hogere segment echt wel wat bij. We hebben daar een Monar en dan heel lang niks. Dus daar zou iets bij mogen. Ik denk voor de rest heeft de horeca in Tilburg heel veel te bieden. Van letterlijk de cafetaria, koffietentje, tot aan lunchroompje, brasserie en de gastrobar. En ook weer mooie restaurants. Nee, absoluut niet. Nee, ik vind het mega lekker, mega leuk, mega interessant. Ik denk oprecht dat als ik het zou proberen, het me uiteindelijk ook echt zou lukken. Alleen, ik vind dat de combinatie sociaal leven en werken moet kloppen. En als je op het niveau Champions League wil werken, dan moet je daar je sociaal leven voor opzij zetten. En nu werk ik ook veel. Maar dan moet je iedere week presteren. En daar heb ik niet per se iets op tegen. Alleen ik wil heel graag ook op zaterdagavond of op vrijdagavond een keertje naar Willem II te kunnen. Ja, op het moment dat je op Michelin niveau kookt, zou dat nooit van zijn leven... dan kan je geen seizoenkaart van Willem II nemen.